Kijkers en luisteraars, een vaardig goedenavond. Welkom bij SBS Reports van donderdag 1 oktober, de binnenlandse berichten. De afspraken met Alcoa, de visenbesparing in december voor de staatsolieraffinaderij en versnelde opstart van de Suurgoldmijn medio 2016, zijn volgens president Desi Bouterse drie positieve en markante ontwikkelingen. Ondanks de tegenvallende internationale economische omstandigheden zijn er genoeg redenen om hoopvol gestemd de toekomst tegemoet te treden, zei het staatshoofd aan het einde van zijn lange presentatie in de Nationale Assemblée woensdag. De versnelde opstart van Suurgoldmijn in het Merian-gebied per medio 2016 zal een belangrijke bijdrage beginnen te leveren aan de vergroting van de verdiencapaciteit en de vergroting van de werkgelegenheid. Voorts wil ik u meedelen dat uitgaande van de planning van staatsolie voor finalisering van de raffinaderij tegen eind 2015, over het jaar 2016 de deviezenbesparing tussen de 100 en 125 miljoen US dollars een feit zal zijn, zei Bouterse. De president zei dat de onderhandelingen met Alcoa, die in oktober 2014 zijn begonnen, nog niet zijn afgerond, maar de lijnen naar het einde hiervan tekenen zich al duidelijk af en de perspectieven voor Suriname zijn hoopvol, legde Bouterse uit. Suriname en Alcoa hebben een concept memorandum of understanding om een industrie te ontwikkelen met een investering van ongeveer 3 miljard US dollar. Alcoa en Suriname hebben het voornemen samen mijn- en raffinageprojecten van wereldklasse uit te voeren met bauxiet vanuit Bakhuis. Ook zullen investeerders aangetrokken worden om deze projecten binnen 2 jaar te realiseren. Er moet verder hierover worden onderhandeld. Gelet op de geest van de samenwerking zullen Suriname en de Alcoa ermee instemmen de Brugge-Ponde overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en de overdracht van de waterkrachtcentrale te Apobaca aan Suriname te effectueren op 31 december 2019. Vanaf die datum zullen wij volledige eigenaar van de Apobaca waterkrachtcentrale zijn. Met het besluit van de Surinaamse overheid en de Alcoa om samen de bauxiet-alleenaarde-industrie voor te zetten, zijn de economische perspectieven voor Suriname in positieve zin veranderd. Verder wil ik u meedelen dat de versnelde opstart van Suurgold, van de Suurgoldmijn in het Merian-gebied per medio 2016 een belangrijke bijdrage zal beginnen te leveren aan de vergroting van onze verdiencapaciteit en de vergroting van de werkgelegenheid. Voorts wil ik u meedelen dat uitgaande van de planning van staatsolie voor finalisering van de raffinaderij tegen eind 2015 over het jaar 2016 de deviezenbesparing tussen de 100 en 125 miljoen een feit zou kunnen zijn. Mevrouw de voorzitter, alleen al deze drie positieve en markante ontwikkelingen geven ons, ondanks de tegenvallende internationale economische omstandigheden, als natie redenen genoeg om hoopvol gestemd de toekomst tegemoet te treden. Herinenden Umrouw, voorzitter van de Surinaamse Paddyboerenassociatie SPBA, is bezorgd omdat sommige molenaars in Nikeri de rijstboeren nog niet betaald hebben voor geleverde paddy uit de voorjaarsoogst. Hij weet niet om hoeveel mensen het gaat, maar het zijn er een aantal die hun bezorgdheid hebben uitgesproken. Umrouw is ook boos omdat de molenaars bij de afrekening niet de overeengekomen 50 SRD per baal paddy betalen, maar 40 SRD tot 45 SRD.
Ramkumar Ramjiawan moet nog 15.000 SRD ontvangen voor zijn paddy die hij vorig seizoen heeft geleverd aan een molenaar. Elke keer wanneer wij hem geld vragen, krijgen wij hetzelfde antwoord. Men vertelt ons steeds hetzelfde verzonnen verhaal dat er geen afzet is. De SPBA wil dat het uitbaggeren van de Nikkeri-rivier vanaf de monding tot de haven prioriteit geniet bij de regering. De overheid moet alles in het werk stellen om de ondiepe vaargeul uit te baggeren, zodat grotere schepen de haven in Nieuw-Nikkeri kunnen aandoen om rijst in te laden voor export. Umrouw vindt dat opeenvolgende regeringen het hebben nagelaten om dit probleem op te lossen. We weten ook dat er geld vrijgemaakt was voor de bouw van een nieuwe haven in Nikkeri volgens de internationale standaarden, maar wij weten ook niet hoe het komt dat de werkzaamheden niet voltooid zijn, terwijl er voldoende middelen beschikbaar waren. Uit de financiële nota blijkt dat de begroting voor het komende jaar met 333,3 miljoen SRD, 6,3%, is gedaald in vergelijking met de begroting van 2015. Aan de andere kant zijn de totale geraamde ontvangsten gestegen met 60,7 miljoen SRD, 1,4%. Bij het opmaken van de ramingen zijn de te verwachten afnemende overheidsontvangsten dit jaar door de internationale prijsschommelingen van goud en uitbreidingsinvesteringen in de mijnbouwsector in ogenschouw genomen, is aangegeven in de financiële nota. Hierin wordt een toelichting gegeven op de ontwerpbegrotingen die woensdag zijn aangeboden aan de Nationale Assemblée. Ook wordt er ingegaan op de ontwikkelingen van de staatsfinanciën. De drastisch afgenomen overheidsontvangsten door de sterke daling van de grondstoffenprijzen hebben hun weerslag gehad op de begrotingsuitvoering van de voorgenomen operationele uitgaven en programma's van de overheid. Om het begrotingstekort te minimaliseren, worden noodzakelijke beleidsaanpassingen gepleegd. In de ontwerpbegroting 2016 is er beperkte ruimte geboden aan de operationele uitgaven en de programma's. De raadkamer van het Hof van Justitie heeft Kenneth Vasseur, ex-directeur van de energiebedrijven Suriname EBS, urenlang verhoord woensdag. De zitting achter gesloten deuren begon rond 3:30 middags. Na Vasseur was het de beurt van de op non-actief gestelde waarnemend directeur van EBS, Willy Duiker. Omstreeks 10:00 s'avonds is het verhoor beëindigd. De raadkamer heeft nog tijd nodig om te besluiten of Vasseur en Duiker gevangen blijven. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen het besluit van de rechtercommissaris om Vasseur in vrijheid te stellen. Verwacht wordt dat de raad op zeer korte termijn het besluit zal bekendmaken. De rechtercommissaris had de inverzekeringstelling van Vasseur als onrechtmatig getoetst. Hiertegen is de vervolging in beroep gegaan. De inverzekeringstelling van Duiker is wel als rechtmatig getoetst door de rechtercommissaris. De verdediging van Duiker heeft beroep aangetekend. Kijkers en luisteraars, zover de binnenlandse berichten.